Daarom moet Jamie zeggen, is er lekker aangebeld. Ja, kom, kijk, kom, kijk, kom, kijk, kom, kijk, kom. Oh mijn god, het kraakt. Daar gaat ie. Dat is Koen. Koen van de Bankzitters. En dit zijn Julia en ik. We konden helaas niet meer als Gerry en Govert, want die zijn inmiddels te bekend. Wij gaan Koen vandaag stalken. Of eigenlijk de bankzitters. Maar Koen is de enige die naar buiten kwam de hele dag. Dus ja, het was eigenlijk vooral Koen. De rest van de bankzitters bleef in een grotje zitten. Volgens mij komen die gasten echt nooit naar buiten. Maar goed, als zij niet naar buiten willen komen, dan moeten wij maar bij hun naar binnen. Dit was echt een van de spannendste stalkvideo's tot nu toe. Want we zijn op allerlei manieren in hun tuin gesneakt. En zelfs in hun huis. En ik heb Koen ook nog naar buiten weten te lokken met de sneeuwbal op zijn raam. Dit wordt echt spannend. Dus blijf vooral kijken. En vergeet niet te abonneren, want het blijkt dat nog steeds meer dan 40% van de mensen die mijn video's kijken nog niet zijn geabonneerd. Ja, dat vind ik gewoon echt bizar. Mees, ik zie dat je kijkt. En ik weet ook dat jij bent. Dus klik maar even op die abonneerknop. Doe maar. Oké, daar gaan we. Oké, hey, hoi. We zijn vandaag bij de bankzitters in de buurt. Want we gaan ze stalken, 24 uur. We hebben nu dus ook nieuwe uiterlijkjes. Ja, want Gerry en Goof zijn helaas maar weg. We zijn wel echt een soort van koppel. Misschien komen ze ooit nog terug. Maar we waren te opvallend op die manier. Ja, we hebben ook een andere auto. Een mooie zwarte auto. Die valt ook niet op. Dus we zijn helemaal set and ready vandaag. En nog beter, we hebben hulp van de vriendin van Koen. Doe een dansje. Maar in ieder geval, daarbij wil ik wel dat we ook even een nieuw intro filmpje opnemen. Maar hoe heet jij dan? Ik ben Marco. Ik vind mezelf misschien wel Kimberly. Toch? Oké, Kimber en Mark. Hey, Kim en dat Mark. Is Brit. GTSC, Brit, ik kom voor je rol. Oké. Oh, stomme Brit. Je lijkt niet op jezelf. Dat is ook de bedoeling. We zijn nu onderweg naar het huis van de bankzitters, waar we Jamie, de vriendin van Koen die ons vandaag gaat helpen, even gaan afzetten. We zijn dus onderweg naar de woonplaats van de bankzitters. En we hebben dus een insider. Dat is echt geweldig. Wil je op beeld? Yes. Oké, hier is Jamie. Hi. Jamie! Yes, de insider. Weten mensen eigenlijk al dat jij met Koen een relatie hebt? Ja, ik denk het wel, maar het is nog niet echt... Jawel, want ik ging jou gisteren opzoeken en er is een fanaccount van jullie. Ja, heel heftig. Oké, dus we hebben geen primeur. Nee, sorry, dat niet. Nee. Helaas. Nou, dan skippen we het gewoon. Oké, fuck it. Nee, maar dit is top, want zij zou dus sowieso al naar Koen gaan vandaag. Dus we brengen haar even. En dan kan zij ons een beetje op de hoogte houden van wat ze gaan doen en wat hun planning is. Maar ze zitten allemaal ingesneeuwd, dus niemand kan weg. Maar we gaan er gewoon heen en dan gaan we gewoon kijken wat we allemaal kunnen doen. Misschien kunnen we zelfs wel naar binnen. Jules, laat jezelf ook even zien. Doe ik even een paar shotjes, hè? Nee. Siebe, met mijn Insta erbij. Nou, Siebe. Ik mis Siebe. Ik mis Siebe ook. Oh mijn god. Oké, de gordijnen zijn dicht. Maar welke is het dan? Die. Oh, dat is het. Ja, ja. Ik zie een auto's. Oh ja, ik vind het echt zo top dat je meewerkt. Ja, oké, Jamie. Jij moet vanaf hier er gewoon heen lopen, denk ik. Ja, is goed. Dat ga ik doen. Dat is denk ik het beste. En dan houden we wel even contact. Ja, oké. Tot zo. Doei. Thanks. Joe. Daar gaan we weer, joh. Waar wacht ze nou? Oh, kijk, ze doet soms niet zin. Dat is ja, top. Ja, dat is top. Zij is gewoon een topactrice. Oh ja, die Jamie is top. Oh my god, dit is Koen. Grapje. Nu was het tijd om een plan de campagne te maken. Er is dus een sloot om een tuin heen. En daar kan je normaal niet overheen, want het is best een brede sloot. Maar het is nu aan het vriezen, dus misschien kunnen we er overheen lopen over het ijs. En ik denk dat we dit even moeten testen, want ik zie hier ook een sloot. Dus laten we even kijken of het dik genoeg is. Noem je me nou een dikke trut? Ja. Ah, stomme trut! Kom op, ik hou je hand vast. Hier, kom maar. Maar in... Kimberly? Oh, jezus! Ja, maar Steve, dit is gewoon niet handig om te doen. Nee, maar probeer het even. Wow! Kijk wat ik doe! Durf je naar de overkant te lopen? Ik moet huilen. Ik moet huilen. Daar gaat Steve. Klaar wel. Ja, ik zou het echt ervan afgaan. Maar we kunnen dus denk ik naar de overkant lopen. Dat nee, is echt top. Loop maar. Dat gaat niet. Nou, Steve, hoe kan... Nou, ik ben echt wel zo'n dikke kutbolle trien. Stomme kut! Wat gaan mensen ook zeggen in de comments? Het kraakte bij mij ook, maar ik ben gewoon geen pussy! Oké, het stalken gaat nu echt beginnen. We staan nu bij de sloot naast het huis van de bankzitters. Oh, je zou daar wel naar de overkant willen lopen. Volgens mij is het al gebeurd zelfs. Wel echt een tophuis, hè? Jamie had ons geappt dat Koen met haar in de tuin een rondje wilde lopen door de sneeuw. Dus we gingen in positie staan. Laten we doen alsof we foto's gaan maken. Oh. En dan kan ik ondertussen hun filmen. Als ze komen. Oké, ik maak nu een foto van je. Oh, dacht ik hem zag lopen. Ik denk dat je beter bent. Maar ik zag ze dus echt lopen. Nee, ik zie ze. Ik maak een foto van je.
Oh mijn god, ik zie Koen. Oh mijn god, dit is geweldig. Dat doen we zo dan. Dan zit ik niet recht naar hun te filmen. Ik zie, daar gaat hij rijden naar links. Oh mijn god, ik ga stuk. Dit is geweldig. Stel, hij loopt naar de overkant. Dus we proberen nu op het ijs te staan. Wacht even. Ja. Hij is aan het proberen op het ijs te lopen. Jamie kan al zo zien. Ik ga stuk. Moet ik even een beetje inzoomen? Dat is wel een beetje moeilijk. Ik heb er nu volle bak op beeld. Jamie, kijk. Huh? Jamie, kijk. Kijk je nou? Ja. Oh, mijn god, ik ga een stuk. Dus laten we even daarin lopen. Okay. Anders valt het veel. Dit is geweldig, joh. Dit is geweldig. En Jamie heeft ons gezien, hè? Jamie gaat wachten. Dit is geweldig. Ik wil ook een vriendje. Oh, hij gaat er terug. Hij gaat erin. Hij vermoordt hem. Wij gaan weer. Maar we lijken ook echt zeg maar zo'n nerdkoppel die hier gaat fotograferen. Dit is zo lelijk. Nee, jullie niet lelijk, maar je bent gewoon lelijk. Oh nee, ze gaan weer naar binnen. Joh, dit was echt top. Dit was echt perfect. Ze gingen weer terug naar binnen, maar toen kreeg ik een appje van Jamie dat... Ze gaan sleeën, maar dat is letterlijk waar wij dus stonden. Ja, net. Dat park. Oh mijn god, maar Koen wilde ze gaan sleeën en we waren net onderweg terug. Echt, wat is Koen schattig, hè? Ja. We besloten naar de auto te gaan en ze vanuit de auto te bespieden. Als je niet zou kennen, dan zou ik ook niet weten dat jij Stefan bent, zeg maar. Dat nee, want dan ken je me niet. Nee, maar... Als ik je niet ken, dan zou ik niet weten wie je bent. Ja, duh. We stonden op een plek waar ze vlak langs zouden komen, dus we moesten snel naar een veilige spot. Griekenland. Kijk, daar lopen ze. Daar lopen ze wat schattig. Ja, oh, ik vind het zo cute. Ze zijn echt cute. Ik vind hun leuk. We ik gaan ook. Met hun chillen. Ja, en sleeën met hun. Nee, kijk. Dat is toch... Dat zijn... Of niet? Nee. Is dat Raoul? Nee, ik weet het niet. Oh, nee, niet. Wel goed dat je de verkeerde kant op filmt. Oh, sorry. Ik film alleen maar jou. Ik heb alleen maar oog voor jou. Oh, wat een prachtige boom daar. Jij maakt kennis met mijn kinderen. We hadden een goede plek gevonden en zagen ze gelijk al op de berg staan. Ja, ik zie ze. Oh, ze staan boven. Ja, daar staan ze. Gaan ze glijden? Ja, daar gaat Koen gaat zitten. Oh, zij gaat ertussen of niet? Oh nee, zij moet hem duwen. Daar gaat hij. Oh, hij gaat hard. Hij gaat echt tering hard. En we zijn zo over die heuvel. Ja, ik ga helemaal stuk hoor. Dus dat zij daar boven. Nou, lekker ja, met z'n twee sleeën. Koen gaat gewoon zelf sleeën. Mag jij hier? Koen loopt nu hier, Stefan. Zie je hem? Net boven de heuvel. Oh ja, hij gaat weer naar boven. Oké, dus zullen we daarheen gaan of niet? Laten we gaan. Marco. Oh, verdomme. Nou, zo'n lieve hond. Nee, dat ze? Waar? Nee. Oh, ik zie ze. Oké. Maar ik heb die camera, man. Dat is best wel raar, hè? Nou, rechts beneden. Oh ja. Maar dit is zo'n film weer. Oh, Koen moet op de foto. Oh. Oké, hij gaat weer weg. Probeer hem eens te filmen. Ga jij even staan alsof het een foto is? Hij heeft één keer gesleept. Ze lopen nu alweer weg. Nee, ze gaan weer weg. Oké, okay, nou dan gaan wij ook weer terug. Laten wij wat eten gaan halen. Ik heb honger. Is goed. Oh. Met een kapsalon met heel veel vlees. Toen hadden we even snel wat gegeten en besloten we weer naar het huis van de bankzitters te gaan. Oké, we staan nu weer naast de wat sloot bij hun huis. Ik wil eigenlijk proberen om over de sloot te lopen. Oké, dat mag je van mij doen, maar ik... Oh, kijk, mooi. Ja, er kwam een scheur in toen je dat deed. Hij is er. Oh mijn god. Oké, er lopen ook kinderen aan de overkant. Dus ik moet zorgen dat ik niet word gezien door hen. Ik sta gewoon in de tuin. Oké, kijk, weet je wat het ding is? Ik zie er ook echt uit als een engert. Als ik word gezien door de bankzitters, dan ben ik echt de nul. Oké. Die kinderen roepen. Volgens mij weet iedereen gewoon dat zij hier wonen. Oh, ik zie het zwembad. Oh mijn god, dit is doodeng. De buren kunnen we daar ook zien. De sneeuw is zo diep hier. Oké. Dit is zo eng. Er stonden allemaal ramen open op de achterkant van de tuin, dus ik wist niet zeker of ik werd bekeken nu of niet. Jules belde me net, ze zegt we kunnen het beter vanaf de voorkant. Kunnen we misschien een sneeuwbal gooien ofzo? Daar komt-ie. Oh mijn god, het kraakt. Oh! Oh, Steve, je bent zo cool dat je dit hebt gedaan. Ik heb het zwembad gefilmd. Oh my god. Oké, laten we naar de voorkant gaan. We wilden nu via de voorkant de tuin ingaan, alleen daar stonden ook allemaal ramen open. Dus we moesten even Jamie connecten of er niemand naar ons zat te kijken of niet. Ja. Ik ben nu Jamie aan het appen. Alle gordijnen aan deze kant zijn dicht, dus dat is heel chill. Zullen we hier beneden langs lopen? Ja. Anne? Ik hoor ook deze geluid en denk de hele tijd van, komt dat dan daar vandaan? Okay. Nou, jij doet echt zo lullig. Helemaal klaar. Oh, zo'n zeikert.
Ja, oké, maar kijk, stel, we moeten nu wel weten wat we gaan doen, Steven. Want als we die sloot overgaan, dan zijn we op hun terrein. Oh, er zit niemand beneden, zegt ze. Kunnen wij de tuin in? Ik vraag of ze ons kan binnenleggen. Oh, ze zegt dat we ongezien de tuin in kunnen. Oké, top. Dit is zo spannend. Ze zegt dat we nu kunnen, dus iedereen zit waarschijnlijk boven op te nemen. En we moeten via de tuin lopen en dan kunnen we achterom en dan laten ze ons binnen. Ik kan er iemand boven bij de raam. Oh, dat is Jamie. Daar loopt. We moeten doorlopen. Ja. Laat in de woonkamer. Er staat een huts. Er staat huts op die auto geschreven. En dan weet je dat je bij de bank zit. Dus bent. Te zachtjes. Ik hoor mensen praten. Oh, ja. Ik weet het niet. We hebben het gepland tot aan hier. Omdat we de jongens niet goed genoeg kenden en omdat we ook nog eens verkleed waren als andere mensen, vonden we het niet oké om ons in hun huis te verstoppen en ze misschien wel een hartaanval te geven dat ze een vreemde man in hun huis zouden zien zitten. Dus ze besloten weer naar buiten te gaan en ze proberen naar buiten te lokken. Oké, laten wij dat doen. Oké, laten we gaan. We zijn al binnen geweest. Oké, naar buiten dus. Oké, top. Julia gaat nu op de deur kloppen. Hm? Wacht, achter het schuurtje. En ik zou eigenlijk om het hoekje wachten, maar ik rende in paniek opeens naar de schuur. We kunnen in de schuur. Nee, wat zo. Hier kunnen ze zien. We staan perfect in de schuur. Er kwam niemand naar beneden, dus ik besloot aan te bellen. Nee, er staat niemand. Mijn hart gaat zo tekeer. Oké, ik ga aanbellen, ja? Ja. Het kutte is dat hier links is een raam. Als hier niemand beneden is, dan is het stop. Ik heb al gebeld. Zijn er waarschijnlijk van die kutkinderen? Ja, dat denken ze waarschijnlijk. Wij zijn het gewoon. Ze kwamen nog steeds niet naar de deur, dus ze besloten nu een sneeuwbal op dit raam te gooien. We hadden geen idee of er iemand achter zat en als er iemand achter zat, wie dat zou zijn. Shit, maar kijk, ze zijn hier gelijk die schuur in dan. Ik weet niet of daar iemand zit ofzo. Ik ben zo zenuwachtig, ik doe het echt. Als hij zijn video aan het opnemen, maar je bent zo boem. Kijkt niemand? Nee. Moet ik er nog in gooien? Ja. Oh, je gooit wel echt even heel goed raak. Als daar iemand zit, dan moet hij nu gaan kijken. Ja, of hij is aan het opnemen met zijn koptelefoon op ofzo, weet je wel? Ik weet het niet, daarom moet Jamie zeggen. Is er aangesteld? Ja, kom kijk. Shit, zit hij ons in de schuur? Hij kijkt hier weer heel boos heen. Oh! Steven, hij kijkt nu weer weg. Denk je dat hij ons heeft gezien? Dat was een Scootje kamer. Jamie appte ons nu of wij degene waren die sneeuwbal gooiden. Hij zegt, ja, we zitten in de schuur en we gooien sneeuwballen. Oh, Jamie is echt zo chill dat hij zo helpt. Koen denkt dat het door de zon komt. Wat? Maar dat is dus Koen zijn kamer. Oké, hij vraagt echt om nog een sneeuwbal. En we kregen nog een appje van Jamie. Hij zegt, hij loont. Hij komt. Naar beneden. Hij komt naar voren. Hij komt naar buiten. Oh, shit. Steven, we worden gesnapt. Hij loopt om. Hij denkt dat we in de tuin zitten, ja. Koen stond opeens recht voor onze neus en ik dacht echt dat het hier voorbij zou zijn en hij ons zou snappen. En ik was ook heel bang dat hij boos zou worden op ons. Oh god, is die voor de deur? Oh, hij loopt hier. Je praat heel hard, Niet zo. Hij loopt hier links. Niet zo hard praten. Hij hoort je. Hij weet niet dat we in de schuur zitten. Het is heel eng voor hem als hij ons ziet. Kijk, hij gaat helemaal daarheen. Oh, dit hoorde hij sowieso. Oh, kut. Ik maak echt heel heen. Wat zegt hij? Kom, we gaan binnen. Oké, hij is weer naar binnen. Oh mijn god, dit is zo heen. Steve,
We zijn echt heel goed bezig. Ik had niet verwacht dat we dit doen. Koen was weer naar binnen en we kregen een appje van Jamie. Zeg, we zijn weer boven. Hij denkt dat het bij de buren vandaan komt. Oh, Koen is echt zielig. Ja, ik kan. We gaan gewoon aanbellen, fuck it. Oké, okay, we gaan vragen of we de foto mogen. En dan zegt hij misschien, ik vind het niet chill of zo. Of hij zegt, is goed. Ja. En dan gaan we weer weg. Maar misschien herkent hij jou gelijk. Het zou kunnen. Hij kent jou toch? Hij kent mij wel. Stel dat het lukt, dat is wel heel grappig. We besloten aan te bellen en te vragen of we op de foto mochten. En kijken of ze ons niet zouden herkennen. Okay. Daar gaan we weer. Okay, gaan we aanbellen en een foto vragen? Ja. Wat doe je nou? De bel zit hier. Oh, ik vind het zo fit. Oké. Ik durf niet, ook al ben ik met jou. Stefan. Kom, we gaan. Ik hoop hier toch. Maar ik moet lachen. Oké, er is nu geen weg meer terug. Ik heb aangebeld, we staan voor de deur. Gaan ze ons herkennen? Steve, ik moet echt wel lachen. Ik ga een beetje achteren. Komt-ie. Hoi. Mogen we op de foto? Ja, ik herken je niet verder, maar is goed. Oh, hoe zou je dat ooit niet herkennen? Oh, shit. Gewoon in een sneeuwbal. Nee, dat waren de buren. De zon. Waren de buren? Wel, waar staan jullie? In de schuur. In de schuur? Jee. Ik heb helemaal buiten gaan staan, heb je me gezien? Ja. Ik ben buiten gaan lopen. We hebben je gefilmd. Eigenlijk wilden we de bank zitten stalken, maar de rest komt niet naar buiten. Nee. Dat scheelt. We stonden zelfs binnen net, hè? Huh? Ja. Hi, back. Nou, we waren echt binnen. Via de achterdeur. Heb je meegeholpen? Oh, dat weet je niet. Heb je ook zien streden? Ja, oh ja, ik ben bijna dood. Heb je dat gezien? Nee. Bijna de boom aan. Nee, joh. Oh, nee, ik heb geen moment iets doorgehad. Nee? Nee. Maar je keek ons wel aan op een gegeven moment toen jullie over het ijs gingen voelen daarachter. Zonder wij zogenaamd foto's te maken. Oh, dat waren jullie! Oh, ik wou dat ik juist eigenlijk van, zit nou van onze foto maken of maak ze zelf een foto? Ja, maar toen dacht ik... Oh, what the fuck? Ja, ik heb jullie wel gezien inderdaad. Maar jij zat er gewoon in dat kutcomplot. Ik had me helemaal de tering gezorgd dat ik jou in het schuurtje sta. Ja, dat snap ik. Ik heb ook helemaal niets doorgehad.